angst krijgen. Dat is echt niet erg. Nee. Want iedereen doet het op zijn eigen manier daarin. Ja, je moet best wel eens daarin ook voor jezelf opkomen van hoeveel te kijken. En kijk om je mond dan dicht te houden, dat is gewoon niet erg handig. Ja, maar ik wil gewoon niet helemaal gaan flippen. Nee, en dat begrijp ik ook. Om aangeven van, goh jongens, maar dit werkt en dit werkt niet. Ja. Toch? Ja. Ja, maar dan moet ze inderdaad wel praten. Ja, nou dat gaat ze straks wel weer doen. Ze zit nou met koffie. Ja, ik zag het alweer. Maar alsjeblieft meer, geloof me dat je dan niet zegt, ik ga de handdoek in de ring. Nee, maar snap je wel wat ik bedoel? Ja, absoluut. Ik ben daar heel gevoelig voor dit soort dingen. En ik ga mijn laatste 2 maanden in. En om dit soort dingen gezeik krijgen of mijn eigen humeur laten verpesten, ja, daar heb ik gewoon absoluut geen zin in. Nee, maar wil je dat alsjeblieft naar haar toe uitspreken? Ja, maar ga ik ook echt wel doen. En wil je alsjeblieft mij daar niet bij in steken? Want ik probeer alleen maar te bemiddelen dat ik en jou daarin tot je recht laat komen en haar. Weet je? En dan heb ik geen zin in dat ik dan afgescheept word van nou, regel het maar. Nee, maar zo bedoelde ik het ook niet helemaal. Maar ik bedoel, gisteren ben ik alweer heel de middag van slag geweest. Ja. Snap je dat ik echt 2 uur lang in de boot heb liggen huilen? En ik wil dat gewoon zo min mogelijk de komende tijd. Ja, logisch. En ja, dat is eigenlijk het enige. Ja. Alles wat ik doe, wil ik gewoon met plezier doen. Ja, logisch.